Aandacht is voor kinderen in jeugdzorg belangrijk, omdat zij op die manier tot ontwikkeling komen en zelfvertrouwen krijgen. En hopelijk ook denken dat ze ertoe doen en mee mogen doen in deze maatschappij. Wat ik versta onder aandacht is dat je echt luistert naar een kind en dat je de tijd neemt om een kind echt te leren kennen en niet alleen over problemen te praten. Als we niet voldoende aandacht hebben voor de jongeren, dan zul je zien dat ze negatieve interactie met andere jongeren op gaan zoeken, dat ze verkeerde vrienden krijgen en dat ze niet in staat zijn om open te staan voor hulpverlening. Door het gebrek aan aandacht denk ik dat kinderen onbedoeld te langer probleemgedrag laten zien, omdat zij niet leren hoe zij daar op een andere manier mee om moeten gaan. Ik denk dat veel hulpverleners opgeleid zijn met afstand en nabijheid, waarbij het idee is dat je als hulpverlener maar een voorbijganger bent. Terwijl het voor kinderen en gezinnen denk ik veel meer recht doet als je heel erg nadenkt over hoe je bewust betrokken kan zijn bij gezinnen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je samen met je collega's nadenkt over de betekenis die je aan gedrag geeft. En dat als je puur en alleen naar het probleemgedrag kijkt, dan heb je te weinig oog voor die menselijke behoeften en eigenlijk voor het mens achter die problemen. Nu zijn we gebonden aan kaders en regeltjes, terwijl jongeren behoefte hebben aan nabijheid van de professional. Ik denk dat organisaties van bovenaf voor verandering kunnen zorgen, door de medewerker veel meer het vertrouwen te geven dat ze out of the box mogen denken. Ik vind het jammer dat aandacht nog niet bovenaan de agenda staat, omdat veel jongeren heel kwetsbaar zijn in de jeugdzorg. En als je later aan ze vraagt wat ze zich herinneren, het juist de kleine dingen en de aandacht zijn die voor hun het verschil hebben gemaakt.